Goedemorgen op deze mistige, troosteloze zondagochtend. Die ons kleine Nederland de aanblik geeft van een verlaten oord te zijn. Vorige week besloot ik de uitzending met een opname van mijn grote Belgische vriend Jean Toets Tielemans. En het leek me daarom wel leuk om nu eens met Jean Toets Tielemans te beginnen. Het is werkelijk verbazingwekkend om te horen hoe hij de sfeer van deze toch wat triestig zondagmorgen op zo treffende wijze heeft weten te verklanken. Ja, mensen. Ja, lieve mensen, en dan is het natuurlijk van Jean Toets Tielemans maar een kleine stap naar onze eigen Nederlandse Rogier van Otterlo. Vorige week kon ik door tijdgebrek helaas maar 6 stukken van zijn nieuwe LP laten horen. En daarom neem ik nu graag de gelegenheid te baat om wat meer van hem te draaien. Toevallig kwam ik van de week een al wat oudere LP van hem tegen, waarop hij samen is te horen met Jean Toets Tielemans. En het is een ware happening om deze twee grootmeesters samen op de plaat te horen musiceren dat het een lieve lust is. Ach, wat jammer mensen. Ik zie op mijn klokje dat het helaas alweer tijd is voor de laatste plaat. En hoe zou ik beter kunnen besluiten dan met een waarlijk voortreffelijke opname van Jean Toets Tielemans. Intussen begeef ik mij dan in sneltreinvaart naar het melkhuisje hier in het inmiddels wat zonniger geworden Hilversum. Om u dadelijk via de televisie rechtstreeks verslag te kunnen doen van het herendubbel tussen Jean Toets Tielemans en Van Toren.